Is het nou middag of is het nou ochtend? Nog, ik weet niet. Het is nog net aan ochtend, dus een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers. En hier is naast mij mama. Dus hallo mami. En daar zo, die zich een beetje verstopt is, Ko. Het is toch ochtend hoor. Het is weekend. Opstaan! Nee! Waar kan ik me verstoppen? Oh, hier in de tent. In de tent. Nou, je voeten zijn nog zichtbaar. Dat mag. Nee. Zo! Nou, wat doe je? Zit je aan mijn tent? Je mag niet in mijn tent. Dat wil ik ook niet. Hè? Wil ik ook niet. Ja, waarom zit je aan mijn tent dan? Ik ga je verstoppen, joh. Zo. Zo. Hè? Cool. Ik zie je oortje. Mooi, hè? Ja. Ik heb het mooiste oortje van degene die op de bank ligt. Degene die op de bank ligt? Ja. Je bent de enige. Ja, daarom heb ik gewonnen. En wat gaan we vandaag doen? Ik ga lang uit liggen. En jij? Ik heb geen idee. We gaan vandaag een bijkomdag. Dat we een beetje rustig zijn. En dat we uitrusten van gisteren. En dan kunnen we morgen weer wat meer doen. Oh, wat gaan we morgen doen dan? Meer. Ja, wat is meer? Ja, meer dan dit. Dus meer dan liggen. Meer dan liggen. Dan gaan we weer naar buiten of zo. Dan gaan we een stukje wandelen. Ik weet niet wat voor weer het morgen wordt. Weet ik ook niet. En misschien komen er nog wel mensen. Misschien komt... ja, je weet het niet. Ik heb nog een berichtje staan. Dus dat er iemand komt vandaag. Mijn broer Justin. Ja, die zegt, nou, dan kan ik morgen komen. En dat zei hij gisteren. Nou, vandaag is morgen. Nee, hoe daar komt hij dan? Dat staat er niet bij. Hij zegt, dan kan ik morgen komen. Nee. Maar ik weet niet, misschien zegt hij dat vandaag ook weer hoor. Ja, hij vergeet het nogal vaak. Als hij het vandaag weer zegt, dan is het weer morgen. Nou, dan is het misschien morgen en dan hebben we het toch hartstikke druk morgen. Ja, als geen tijd voor hem. Is het gelijk druk. Toch? Weet ik niet. Niet? Weet ik niet. Nou, dat zullen we zien. Hé, maar mag ik nu eventjes weer gewoon... Buiten beeld? Nee. Mag dat niet? Nee. Ik wil buiten beeld. Ik vind niet dat de hele wereld hoeft te zien dat mijn zaterdagochtend horizontaal is. Horizontaal? Weet je wat horizontaal is? Ja, recht de zon. Ja. En verticaal is zo. Ja. Eigenlijk ook recht. Maar goed. Ga je moeder maar pesten. Je moeder pesten? Ja. Maar die is ziekie. Ja, doe ik maar heel rustig. Dan moet je gewoon vragen stellen en niet wachten op antwoord. Mama heeft het benauwd, dus die ga ik niet lastig vallen. Dus ik ga jou weer lastig vallen. Nee, even kijk je niet. Ko, ik ga jou lastig vallen weer. Hallo! Ik ben blij dat je het leuk vindt. Ja, is het tenminste iemand die het leuk vindt. Ik heb een beetje lol. Nou, ik denk dat je baalt. Hoezo? Nou, daar, bij mijn voeten, daar zit jij altijd. Nou, daar is nog een stoel. En dat kan niet. Daar is nog een stoel. Daar is nog een stoel, ja. Dus die kan ik gebruiken. Nou, gebruiken maar, want ik lig hier heerlijk. Nee, jij moet nog douchen. Ik heb de hele tijd gewacht en ik denk, als jij gaat douchen, kan ik lekker lang uit op de bank. Lekker. Ja, maar jij moet nu nog douchen. Ja, ik moet nog douchen, maar ik moet eerst nog uitrusten. Van? Van het idee dat ik moet gaan douchen. Als ik er aan denk, word ik er nog moe van. Lijkt wel eens. Nou, dan kan je moe worden als je daar aan denkt. Dus ik probeer nu niet te denken. Kan dat? Nou, ik hoor je hersenen kraken. Dus ik heb ze wel. Ja, met zaagsel en water. Ja. Dat zit uit. Even kooplagen. Nou, klaar. Dit klaar. Was het dan. Tot straks allemaal. Hier. Wacht even een kwartier. Ik ga een bordje proberen met... wild eten. Er zit ree in, hert geloof ik. Ree en hert zijn toch hetzelfde? Geen idee, kijk maar. Zwijn of zo? Ja, zwijn. Het lijkt er ergens op. Maar misschien is het heel lekker. Nee, ik vind het meer op diarree lijken. Ja, misschien is het heel lekker op diarree, hè? Dat doet de... Ik wil dat heel veel testen. Ja. Doe het gewoon in het bordje allemaal, doe het vuur uit. Alles in het bordje? Alles op een bordje en dan gaan we om de beurt even testen. Ja, even kijken. Eerst, oh, ik ben een proefkonijn. Ja, zeker. Jij bent een konijn. Oh, nou bedankt. Ook nog een paar
juist, hoor. Oh, moest dat niet? Ja, is het vuur uit? Ja, is uit. Zo. Het stinkt. Drie vorken? Ja. Krijg mama dadelijk een vork, ik een vork en Ko een vork. Ja. Let's taste it. Oh, mama krijgt ook een vork. Nou, mijn eerste hap. Even kijken, de camera zo. Oh, mama wil ook proeven. Maar ja, ik ben proefkonijn, dus ik ga eerst. Het is een beetje koud nog. Drullig. Is het nog koud? Oh. Nou. Ja, is wel lekker. Lekker? Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Wat ik wil doen is aardappelpuree erbij. Ja. En dan eten we dat gewoon met broccoli. Met jam bij je opgooien. Ja, eigenlijk moet je jam bij doen. Ja. Ik heb jam in de koelkast staan. Aardbeienjam. Het smaakt een beetje naar speculaas. Ja. Een beetje droog ook. Ja, daarom zou ik niet jam bij doen. Ja. Nou, ja, is wat eten hoor. Nog een stukje. Nou, gooi me weer terug in de pan. Dan gooi je daar gewoon op het eten. Ja. Ik eet ervan. Oké, het is maar een klein beetje. Mm-hmm. Dus de rest doe ik er straks ook in. Ga ik warm maken. En dan doe ik aardappelpuree. Ja, maar dan moet jij nog proeven. Nou, kom op dan. Huh? Ik heb toch wel een eigen vork. Ik denk dat iedereen met iemands vork zit te eten. Ja. Straks krijg je corona. Oeh. Een kan hè. Wat is het droog eigenlijk? Hè? Het is een beetje droog, ja. Oké, is goed. Goedgekeurd door de Nederlandse vakbond Ko. We zullen het opeten. Anders is het genietsdood gegaan. Moet het weer in de pan? Ja. Moet weer in de pan. Nou, oké. Okay. Terug in de pan alles. Ik snap niet dat ik alles eruit moest halen, maar oké. Okay. Deksel erop. Deksel, waar is de deksel dan? Anders komen de spinnen in. Ik wist wel. Mama heeft geslapen. Krentenbol. Ja, dank ik ook. Ja, krentenbol? Nee. Waarom nee? Geen zin in krentenbol. Wat eet je dan? Gewoon brood. Broodje met kaas. Kan je toch een krentenbol met kaas eten? Nee, dat is niet lekker met krenten erin. Hartstikke lekker. Nee. Nou ja. Ik heb ervaring wat lekker is. Oh, is dat zo? Ja, dat is echt. Dus ik heb vandaag twee. Kapsules ook, hè? Slakje, waar ben je? Slakje is verdwenen. Ko weet niet meer wat hij wil doen. Slakkie? Krentenbol met kaas. Een boterham. Ja, voor jou, hè? Mami, slakje is verdwenen. Wat nu? Wat heb je nou? Nee. Mama heeft lekker geslapen de hele dag. Nou, de hele dag. Van 1 tot... Moet je 1 boterham of 2 boterhammen? 1. 1 tot 4 geslapen. Van 1 tot 3? 1 tot 4? Zou het kunnen. Ik was tussendoor wat hè? Ja, ik heb film gekeken met mama, soort van Simple Favor. En nu ben ik 365 days aan het kijken. Het is een tikkeltje erger dan 50 Shades of Grey. Ik heb er niet zoveel van gezien. Je hebt niet zoveel van gezien? Ik had niet aan mijn ogen dicht als open geloof ik. Nou, weten we dat ook weer. Die blonde vrouw, ik denk, wie is dat dan weer? Had ze een preuk op? Nee, het is de echte haren zo te zien. Ze heeft het laten blonderen. Oh. Nou ja, tot straks. Ja, niet hoesten joh. Tot straks.
Dat gaat niet, mama. Maar ja. Ik ben nu al aan het vloggen. Oh. ik heb last van maagzuur, maar goed. Ik ga slaapje doen. En ja, wil niet te... Ik kom niet meer aan mijn woorden. Nou, veel hebben we niet gedaan vandaag. Ik heb ook al 2 films gekeken. Wat zeg je nou? Seksfilm. hoe heet het ook weer? Dat vlees geproefd. Rees, wijn en weet ik wat er allemaal in zat, hè? Wild vlees gewoon. Vlees. Gewoon van wilde dieren. Dat was hoor heel erg lekker, wat mijn nichten had gemaakt. Ik heb net met Co naar hoe heet het? Mindfuck gekeken van Victor Mitz. En daarvoor was het, wat was het daarvoor? Holland's Got Talent. En ik werd ondertussen ook nog gebeld door een paar dames van WhatsApp. En Cody wil zometeen nog het programma Opgelicht kijken. Van? Kees van de Spek. Juist. Dat vind ik altijd spannend. Ik vind het zo stoer altijd wat hij doet. Ja? Ja, dat ziet er wel echt lekker uit. Het is echt lekker en spannend. Wat zeg je, mama? Oh jee, mama heeft een beetje pijn. Wat is een pilletje wil je? Deze. Huh? Deze. Oh. Je hebt weer pijn. Oh jee. Maar dan wil ik jullie gaan vragen om op mij te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog van vind ik leuk. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze, rollatos!